De pandiet Ramadar Scholte Efram Sege heeft vanmorgen haar eigen mediatheek geopend. De school heeft een sponsoring gekregen van de Staatsolie Foundation om de bouw van de mediatheek af te maken. Volgens de schoolleider Susila Mohan is dit een droom van de vorige schoolleider Lalta, die al een aanvang had gemaakt met de mediatheek. De school heeft de eigen inbreng gehad van bijkans 9000 SRD en voor de afronding heeft de Staatsolie Foundation de school een bedrag van 25.000 Amerikaanse US-dollars gesponsord. De schoolleider geeft aan wat deze mijlpaal betekent voor haar en de school. Heel veel, we hebben vandaag een mijlpaal behaald. We gaan dit heel goed gebruiken, want in onze mediatheek hebben we notebookjes, we hebben boeken en een beamer. En dat gaan we heel goed gebruiken bij de vakken. We gaan ICT proberen te integreren in de vakken. Mohan zegt verder dat de Belgische stagiaires die elke keer stage lopen op de school ingezet zullen worden in de mediatheek. De stagiaires zullen helpen met de begeleiding van de kinderen in de mediatheek. De schoolleider geeft ook aan waarom er gekozen is voor een mediatheek en niet voor een bibliotheek. We hebben momenteel 2 stagiaires uit België hier zo. De notebookjes zijn indertijd gesponsord door de Belgen. Er is een heer Willy, meneer André, er is een vrienden van Surinaamse basisschool, is een stichting van hun uit België. En wij hebben heel goed contact met hun. Zij hebben indertijd de beamer, de notebookjes gesponsord. En zo krijgen we elke jaar dan een paar stagiaires vanuit België. Van het jaar hebben we deze 2 dames en zij proberen dat alvast met de kinderen. Daarna, wanneer zij straks weggaan, gaan wij de kinderen zelf begeleiden totdat we een medewerker voor de mediatheek hebben. En waarom heeft u gekozen voor een mediatheek en niet een bibliotheek? Een mediatheek is meer dan een bibliotheek. Een bibliotheek heeft alleen boeken. Een mediatheek heeft meer. Want met boeken mooi, je gaat lezen, maar mediatheek, je kan een videootje bekijken, je kan plaatjes zoeken op internet. Dus we kunnen het veel beter gebruiken. Susila Mohan, schoolleider van de Pandit Ramadar School, met wie onze nieuwsdienst vanmorgen heeft gesproken na de opening van haar eigen mediatheek, die samen met de Staatsolie Foundation en eigen inbreng van de school is opgezet. De mediatheek heeft bijkans 200.000 SRD gekost.